Vandaag werd voor de eerste keer een muziekfestival voor kinderen gehouden in het cultuurcentrum De Oosterpoort. Op My First Festival zijn de kinderen een dag de baas en er is van alles te doen. Je kan je eigen plaathoes ontwerpen, je eigen tent opzetten op het festivalterrein en er zijn natuurlijk artiesten die optreden. De artiesten komen uit het hele land. Dat klopt, want bijvoorbeeld hebben we nu Jeroen Schipper bestaan, Casper Doel of Lucky Fons. En die komen meer uit het westen van het land. Maar we hebben ook gewoon mensen die hier uit de buurt komen. Bijvoorbeeld Vals Alarm is een musicalgroep hier uit Groningen zelf. De zaal is helemaal aangepast aan het jonge publiek. De infobalie is ongeveer 1 meter hoog, dat kinderen er ook makkelijk bij kunnen. Maar overal zijn ook hele leuke wegwijzeringen en borden gemaakt door hele toffe mensen hier uit Groningen zelf. Dus alles is extra vrolijk en extra leuk. Het is niet makkelijk om op te treden voor kinderen. De kinderen zijn wild in hun energie. Dus ze kunnen heel veel aandacht hebben, maar ze kunnen ook al die aandacht ergens anders doen. Dus het is wel een soort van... Ik voel wel mijn gebrek aan ervaring hierin, dus het is wel voor mij best wel spannend. Maar ik vind het wel heel leuk, want als de aandacht is, dan hebben ze ook heel veel energie. Het is een heel dankbaar publiek ook. Het is ook een kritisch publiek. En dat vind ik wel een goede zaak altijd. Ik vind dit heel erg cool, want ik heb nog nooit zeg maar, iemand die heel beroemd, best wel beroemd is gezien op, zeg maar... Niet echt? Ja. Ik vind het hier heel erg leuk, omdat het hier heel gezellig is en allemaal leuke artiesten zijn om naar te kijken en te luisteren. Het is hier gewoon goed voor elkaar. Je kunt hier gewoon voor 2 euro een bekertje drinken halen en dan kun je de hele dag gewoon ranja eten, drinken. En volgend jaar is er weer een kindermuziekfestival.